Inmiddels staat daar Ilkka Ranasto, de tweede man uit Finland. En Zsolt Zacharias, de vierde man uit Oostenrijk. Hetzelfde verhaal ook voor deze heren, hun laatste afstand, deze 1500 meter. Zacharias is van Roemeense afkomst, was ook vorig jaar bij de EK-deelnemers, maar plaatste zich ook toen niet bij de laatste 16. Opening gelijk voor beide rijders, 25-9. Oh, missen van Ranasto. Die man die kwam hier gisteren geloof ik voor de toerschaats op de 5000 meter. Reed hele hoge rondjes. Was absoluut niet voor bang. Van plan om zich te vermoeien. Oh, gaat onderuit. Gaat net goed. Dat kost Ranasto natuurlijk ook tijd. Ja, dat is zonde. Zsolt Zacharias besluit op een weinig elegante wijze zijn deel aan de Europese kampioenschap. Ranasto gaat inmiddels door, 56-7 op de 700 meter. En dat gaat dus naar boven de 2 minuten op deze manier. Het ziet er natuurlijk wel lekker uit, het is wel lekker aan het schaatsen, maar het is net een toerrijder. Er zit niets in, hij kijkt nog even of die Zacharias er nog lag. En dan denk ik van nou, hup, we doen nog een stukje. Met absoluut geen felheid. 1100 meter tijd. Ilkka Ranasto in 28.5. Ja, dat is voor de statistiek en niet meer dan dat. Met de jaar deze Ranasto, dus echt de jongste niet meer in het deelnemersveld. Maar zijn optreden geeft hier toch weinig perspectief. Eindtijd voor de man uit Finland. 2.02.17. Nou, dus ja, niet meer thuis te komen. Even net de tijd. En zijn tegenstander is in ieder geval nog onderweg. We zien het even zijn val. Kijken wat er gebeurt. Hij glipt gewoon weg. Zet hem neer, wil hem nog een keer neerzetten en dan is het mis. Kijk, Ranasto komt een beetje overend. Kost hem snelheid. En dan heeft die Zacharias toch geluk. Als je in die schaats gaat, dat is er gewoon een scherp mes.